We gaan nu zien welke voorbereidingen u moet treffen voordat u een huidplak aanbrengt. De opening in de huidplak moet precies rond uw stoma passen. Volg de instructies van uw stoma-verpleegkundige. Als de opening te groot is, wordt de huid rondom de stoma blootgesteld aan de output van de stoma en kan de huid beschadigd raken. De opening mag ook niet te klein zijn, want dan kan de huidplak niet goed op de huid rond de stoma aansluiten. Een te kleine opening kan de stoma beschadigen. Om de huidplak op maat te knippen heeft u het volgende nodig: een stoma maatkaartje of stomamol, een pen, een gebogen schaartje. De diameter van de stoma kan in de loop van de tijd veranderen. Houd de maat en de vorm van uw stoma altijd goed in de gaten. Gebruik het stoma maatkaartje om de diameter van uw stoma te meten. Probeer de verschillende voorgeknipte maten om de juiste maat van uw stoma te bepalen. Als de opening te groot is, zal de huid niet voldoende beschermd zijn. Als de opening te klein is, zal de huidplak niet goed aansluiten. De opening in de huidplak moet precies rond uw stoma passen. Als u een ovaal stoma heeft, meet uw stomamaat dan op aan de hand van de halve cirkels op het stomamaatkaartje. Nadat u uw stoma heeft opgemeten, tekent u met behulp van het stomamaatkaartje uw stomamaat af op de achterkant van de huidplak. Heeft u een regelmatig stoma en weet u de diameter van uw stoma, dan kunt u gebruik maken van de voorgedrukte uitkniplijnen op de huidplak. Als u de diameter niet weet, gebruik dan het stoma maatkaartje. Gebruik een klein en bij voorkeur gebogen schaartje. U kunt de transparante beschermfolie na het verwijderen bewaren voor de volgende keer dat u huidplakken op maat gaat knippen.